Michael Strokoff was niet blind, hij was het nooit geweest. Een natuurverschijnsel had de werking onschadelijk gemaakt van de gloeiende sabel, die de scherprechter van Veofar voorbij zijn ogen had laten gaan. Je herinnert je Marfa Strokoff, zijn moeder, die daar stond en haar handen naar haar zoon uitstrekte. Michael Strokoff keek haar aan, zoals een zoon voor de laatste maal zijn moeder kan aankijken. Tranen stroomden uit zijn ogen. En verdampten door de hitte van de gloeiende sabel. En deze laag van stoom tussen zijn ogen en de gloeiende sabel was voldoende geweest om de werking van de hitte te vernietigen. Michael was dus niet blind en hij had onmiddellijk begrepen welk gevaar hij zou lopen als hij zijn geheim zou vertellen. Omdat men hem blind waande, zou men hem vrijlaten. Hij moest dus blind zijn, zelfs voor Nadia. Alleen zijn moeder wist de waarheid. Op het plein in Tomsk had hij het haar in het oor gefluisterd. Je zal nu begrijpen dat toen Ivan Ogarev uit wrede spotternij de keizerlijke brief voor zijn ogen had gehouden, Maikel Strakov die brief had kunnen lezen. En zo was hij naar Irkutsk gegaan, en was het hem gelukt om de boodschap over te brengen aan de grootvorst. Hij wist dat de stad overgeleverd zou worden. Hij wist dat het leven van de grootvorst bedreigd was. Het behoud van de broer van de tsaar en van Siberië waren dus in zijn handen. Dit verhaal vertelde Michael aan de grootvorst. "En wie is dat meisje?" vroeg de grootvorst. "De dochter van Vasilij Fedor," antwoordde Michael. "De dochter van de commandant Fedor," zei de grootvorst. Ze is niet meer de dochter van een balling. Er zijn in Irkoetsk geen ballingen meer. Een uur later lag Nadia in haar vaders armen. Michael Strookhoff, Nadia, Vasily, ze waren bijeen. Van beide kanten was het een groot geluk. En de dubbele aanval van de Tartaren tegen de stad was afgeslagen. Want toen op 7 oktober bij de eerste schemering het geschut op de hoogte bulderde. Werd duidelijk dat het hulpleger eraan kwam om de grootvorst te helpen. De Tartaren aarzelden niet langer. Zij wilden de kans van een veldslag onder de muren van de stad niet wagen. En het kamp aan de Ankara werd onmiddellijk opgebroken. Irkoetsk was eindelijk verlost. De weg van Irkoetsk naar het Oeralgebergte was nu vrij. Michael Strookhoff was Nadia gaan bezoeken. En hij had haar in het bijzijn van haar vader gevraagd. Nadia, is er nog iets wat je hebt te betreuren, anders dan het verlies van je moeder? Nee, antwoordde Nadia. Wel nu, Nadia, zei Michael Strookhoff. Dan geloof ik dat God ons toen bij elkaar gebracht heeft om samen alle moeite do te doorstaan en om nu voor altijd bij elkaar te blijven. ''Oh,'' zuchtte Nadia en ze viel in de armen van Michael. Ze keerde zich naar haar vader Wassily Fedor en zei: Vader. Nadia, antwoordde Wassily Fedor haar, het is mij een grote vreugde dat jullie beiden nu mijn kinderen zijn. De huwelijksplechtigheid had in de hoofdkerk van Irkoetsk plaats. In de aanwezigheid van veel militairen en burgers. Ze hadden groot ontzag voor deze beide jonge mensen. Enige dagen na de plechtigheid gingen Michael en Nadia naar Europa terug. Op de oevers van de Dinka hielden zij echter een dag stil. Michael Strokoff vond de plek terug waar hij de arme Nicolaas begraven had. Er werd een kruis geplant en Nadia deed een laatste gebed op het graf van de nederige en heldhaftige vriend. Ze zouden hem nooit vergeten. In Omsk wachtte de oude Marfa hen in het huisje van de Strokoffs. Ze drukte hen beide hartstochtelijk in haar armen. De dappere Siberische vrouw had op deze dag het recht haar zoon te herkennen en trots op hem te zijn. En zijn geluk te zien samen met Nadia. Na enige dagen in Omsk doorgebracht te hebben kwamen Michael en Nadia Strokoff in Europa terug. En Vassili gaf zijn zoon en zijn dochter geen enkele kans om hem te verlaten dan alleen om hun oude moeder te gaan bezoeken. De jonge koerier was door de tsaar ontvangen, die hem in het bijzonder aan zijn persoon verbond en hem het kruis van Sint George uitreikte. Michael Strogoff kreeg later een hoge betrekking in het keizerrijk.